Dank u, voorzitter. Ik wil collega Heidi Roele bedanken voor het mooie werk wat ze gedaan heeft. En ook de commissaris. Ik denk dat alles gezegd is hoe belangrijk het midden- en kleinbedrijf is. Wat ik nog wel wil melden is dat het wellicht zinvol is in deze tijd van crisis dat we een bepaald minimum gaan voorstellen dat aanbestedingen bijvoorbeeld dat minimaal 30% naar het MKB toe moeten. Omdat dat in ieder geval een reden geeft voor overheden om het MKB zeker aan bod te laten komen. En dat ze dan ook voorwaarden moeten stellen. Maar dat kan wellicht in een volgend voorstel van commissaris Barnier die dat al min of meer heeft aangekondigd. En ik hoop dat het rapport Roele dat een prima tussenstap is naar een opstap om een nog beter en actiever MKB te krijgen richting overheden en in het aanbestedingsbeleid. Als dat zou lukken ben ik zeer dankbaar en ik denk dat het goed is om zeker in economische crisis om snelle stappen te maken om de Europese bedrijven weer groei te laten creëren. En dat is goed voor ons, dat is goed voor iedereen en dat is het meest sociale wat we kunnen doen. Ik dank u vriendelijk.